Hallo allemaal, ik ga voor jullie vandaag gestoomde lenterolletjes maken met gravatlaks. Dat is eigenlijk een idee dat ik ooit gehad heb toen ik op vakantie was in het hoge noorden, waar ze zo mijn zalm heerlijke bereidingen kunnen maken. En het grappige was dat ik op weg was naar Japan. En toen ben ik een beetje beginnen nadenken, als ik zo dat Noorse, dat Scandinavische van die gravatlaksen zou combineren met het heerlijke frisse van de Japanse, van de Aziatische keuken. En dat is wat ik eigenlijk nu samen met jullie wil gaan maken. Dat zijn die lenterolletjes. Het is super simpel om te maken, je zal het merken. Het duurt eigenlijk niet lang. Je hebt een paar basisingrediënten nodig die goed vers en lekker moeten zijn. En dan ga je een voorgerechtje op tafel kunnen zetten waar iedereen van gaat zeggen: hé, dat is goed gevonden en dat is fris en dat is een beetje anders dan wat we gewoon zijn. We beginnen met een heel mooi stuk zalm. Goede kwaliteit, verse zalm. Heel simpel. Hop, kleine plakjes. Zie je? En die gaan we een beetje marineren. We marineren die, zoals dat inderdaad met de klassieke gravatlaks doen, maar niet helemaal. Je legt die plakjes gewoon in een schoteltje. En wat doe je daar dan bij? Heel veel dille. Dille is zo lekker, zo'n lekker kruid. En die marinade is dat perfect. Je doet gewoon met de schaar, niet moeilijk doen. Maar goed overdrijven, hè? Want dat kan geen kwaad. Dat geeft heel veel smaak. We doen daarbij suiker en zout. En dat mag best wel wat suiker en zout zijn wat je daarop doet. En dan witte martini. Dat is een beetje het secret ingredient. Ik denk dat ze dat niet echt in Scandinavië op die manier doen. Maar wij wel, hè. Kijk, goed. Mooi eronder zitten. Haha, dat is zo lekker. Eigenlijk zitten alle ingrediënten nu al lekker bij elkaar. Je kunt dat nog een beetje gezellig en goed inmasseren, zodat suiker en zout en dille en de witte martini hun werk kunnen gaan doen. Want wat we nu gaan doen, is dat gewoon even half uurtje, uurtje in de ijskast zetten. Dat is marineren, hè. Geef het wat tijd. Een half uurtje, een uurtje, maar niet zoveel uitgemarineerd. Ah ja, dat zie je. Dat is allemaal mooi ingetrokken. Dus het gaat ongelooflijk lekker zijn, hè? Al die smaken samen. En het enige wat we nu nog moeten doen, is onze pakketjes maken. Wat hebben we daarvoor nodig? Rijstpapier. Nori, dat is zeewier, Japanse zeewier. Dat kan je ook zo kopen bij de Aziatische winkel en in veel supermarkten ook op dit moment. En sushi gember, dat is eigenlijk opgelegde, een beetje zoet opgelegde gember die je ook bij sushi vaak kunt gebruiken. En dat is perfect hier bij die lenterolletjes. We gaan ons pakketjes gaan maken die we straks gaan steamen. Dus, rolletje rijstpapier. Dat gaan we een beetje in warm water weken. Voilà. En dan nu ons super simpel bouwpakketje maken. Ik heb die nori al mooi op maat eigenlijk gebroken. Stukje zalm erop. Kijk eens hier, met de dille, met de suiker, met goed een beetje de witte martini er nog bij. En dan onze sushi gember daarop leggen. Oh, dat is zo lekker. En dan kunnen we ons pakketjes beginnen rollen. Hè. Het is eigenlijk heel, heel simpel. Hè. Voilà. Hè. Hoppa. Hoppa. En zo kunnen ze de steamer in. Eén minuutje. Even geduld. Zo. En het is eigenlijk heel simpel wat je nu moet doen. Je moet ze gewoon een beetje in stukjes snijden. Goed. Wow. Dat ruikt ook zo lekker, hè. Dat komt door al die kruiden samen. Zo. Hoppa. En je gaat zien, hè. Die zalm, die is zo een beetje gegaard en toch nog mooi roze van binnen. Ja, dat is exact wat we nodig hebben. En dan maak je er maar mooi een creatief verhaaltje van, hè, op het bord. Zo. Of heb je een mooi tafereeltje op je bord gemaakt en dat kun je dan afwerken met een heerlijke chutney, in dit geval een mango chutney of een andere zoetzure saus, Aziatisch uiteraard. En dat past daar lekker bij om zo nog een klein beetje een dipje erbij te hebben. Voilà. Zo. Wow. En dan nog gewoon een takje dille bij voor het zicht. Voilà, dat is het. Een super simpel gerechtje. Het is een lenterolletje van gravatlaks. Als je het leuk vindt, gewoon even liken. Smakelijk eten.